zijn aangekomen bij de squat to press. We zetten de voeten op schouderbreedte neer, zakken door in de squat en strekken de armen uit. Voor de weerstand pakken we flesjes water erbij. Dit kunnen natuurlijk ook literflessen zijn. Heel goed. We zijn bij de floor press. Wat belangrijk hier is, bekken naar voren kantelen, buikspieren aanspannen. Vanuit hier bewegen de ellebogen naar buiten. Tik je net de grond aan met de elleboog. En vanuit hier strekken we de ellebogen uit. Schouders ook hier gewoon laag houden. We zijn bij de scapion. Armen in een hoek van 45 graden. Schouders goed laag houden. En we trekken de schouderbladen goed naar elkaar toe. Spanning goed in de rug. Ook hier koorspanning. Buikspieren goed aanspannen. We zijn bij de reverse fly. Ook hier voeten schouderbreedte neerzetten. Armen licht gebogen. Vanuit hier strekken we door naar achteren. Ook hier de schouderbladen goed naar achteren trekken. Hier het zijaanzicht en net de rechte rug. We zijn bij de dead bug. Diagonaal. Laat je het arm en been vallen. Belangrijk is je onderrug goed op de grond houden. Wil je het moeilijker maken, strek je het been uit. Actieve rust tussendoor. We gaan door met de child pose. Dit doen we ook 30 tot 60 seconden. Belangrijk is hierbij dat we de rug helemaal uittrekken. Met de billen weer hard. En helemaal lang maken. We doen die stretching in de rug.